Een hele goede morgen, beste kijkers. Mijn naam is Patrick. Ik sta op het station van Enschede. Vandaag gaan we een toertje door Nederland maken en neem vanuit Hengelo iemand mee. Veel kijkplezier. Ah, dit is het 6 naar Hengelo en ik heb een lekker croissantje gehaald. Mijn plan was eigenlijk om in Hengelo uit te stappen om de Berlijnen te doen, maar die haal ik niet meer. Omdat ik mijn brein op de automatische piloot is gegaan. En omdat de eerste bus niet reed, dus dat dacht ik, oh, dan kan ik de volgende bus wel nemen, dan kan ik de Berlijnen nog halen. Dat is dus niet zo. Maar goed, in Hengelo komt er iemand bij. En ons vervangende plan is dat we met deze trein naar Amersfoort gaan. Ah, reisgenoot is ook ingestapt. Hallo Bjorn. Aangekomen op Amersfoort en hier gaan we Starbucks halen. Lekker Starbucks gehaald. Welkom in de meest obscure trein ever die in Nederland rondrijdt. Dit is de Protos. Die is nu onderdeel van Reis van Keolis. Die worden ook in Hengelo nu onderhouden. Dus dat is ook een ding. Dat rijdt ook alleen maar in Nederland. Je ziet ze echt ook nergens anders rijden. En met deze trein gaan we naar Ede-Wageningen. Aangekomen op Ede-Wageningen. Let it flow. Met deze trein gaan we naar Utrecht. Station Veenendaal breekt de klomp. Zo, we rijden nu Utrecht binnen. Hier hebben we een korte overstap op de trein richting Tiel. Als mensen nou een beetje opschieten en niet voor mijn voeten blijven lopen. Jongen. Zo, ik heb wel lekker uit de muur getrokken. Waar gaan we naartoe? Geldermalsen. Aangekomen op Geldermalsen. Zo, dat is de trein die we moeten nemen richting Dordrecht. Met deze trein gaan we naar Dordrecht. Ja, nee, ze hebben geen eerste klas. Maar dat kaartje zo mogen zien, alsjeblieft.
Zo, we zijn met de trein aangekomen op Dordrecht. Hier gaan we met treinvervangend vervoer verder. Met deze bus gaan we naar Breda. Ja, we hebben wel andere hoor. Maar we willen helemaal overgaan op Cetra. Oh ja. Dat is op dit moment de crème de la crème. Qua comfort en... Cetra, dat is sowieso wel goed, ja. Ja. En allemaal elektrisch. Dus... Nou, aangekomen op Breda met het treinvervangend vervoer. We raakten in de praat met de chauffeur. Daardoor miste hij dus zijn afslag. Nou ja, dat kan gebeuren. Daarna werd hij als afgesneden door een auto en reed hij zijn rechte zijspiegel daar, of rechte spiegel eraf. Bijna, nou, in ieder geval alleen het kapje eraf. En daarna miste hij nog een afslag. Maar ja, we zijn nu aangekomen op Breda. Zo, onze volgende trein is die vliegt richting Zetelkebosch. Dat is de meest comfortabele sprinter die de NS heeft. Beste reizigers, door werkzaamheden. Zo, we rollen nu langzaam Zetelkebosch binnen en hier moeten we overstappen op de trein richting Utrecht. Zo, aangekomen op Zetelkebosch. Zo, we hebben toch 20 minuten dus lekker frietje gehaald. Zo, ik heb lekker mijn passie frieten opgesmikkeld. Met deze trein gaan we naar Utrecht Centraal. Ongeduldige mensen zijn ongeduldig. Aangekomen op Utrecht Centraal. Deze trein nemen we tot aan Amersfoort. Zo zitten we dan.
of we stappen op de trein richting voor ons die naar Enschede gaat. Sorry, deze trein sluit ik de video ook af. Dankjewel voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter. Laat een comment in de comment section achter. En als je dat wilt, kun je ook nog lid worden van mijn kanaal. Dus doe ook dat even. En tot de volgende video. Later en addict.